NEC speelde vandaag de oefenwedstrijd in Loenen tegen SC Heerenveen. Speelde zeker niet onverdienstelijk, mede dankzij een fantastische vrije trap van Arnold Groeneveld. Eindigde de wedstrijd in 2-2. En afloop spraken we met trainer Adrie Bogers en Anas Atjabar. Anas, je bent nu een paar weken bij NEC. Hoe gaat het tot nu toe? Gaat wel aardig. Ik denk dat de voorbereiding gewoon echt eigenlijk best wel goed zijn. Vastigheden zitten hier, zijn wel duidelijk. De trainer is duidelijk naar de groep toe. Dus lekker. Adrie Bogers, bewogen weken voor jou ook. Hoe kijk je daarop terug? Ja, wat mij betreft is het eigenlijk niet zo bewogen geweest. Ik ben vanaf het begin gevraagd of ik de groep zou willen leiden, omdat we nog geen hoofdtrainer hadden. Ja, en die situatie is eigenlijk niet veranderd. Wat zijn nou jouw sterke punten? Ja, vorig seizoen was sportief iets minder. Maar qua ervaring wat ik heb op oog gedaan, was eigenlijk een geweldig seizoen voor mij. Mijn sterke punten zijn draaien, schieten, bewegen, techniek. Ja, eigenlijk doelpunten maken. Ik denk dat ik daarvoor hier naartoe ben gekomen. Snel naar de wedstrijd van vandaag. Je begint de tweede helft met dezelfde opstelling als de eerste helft. Kunnen we daar al conclusies uittrekken? Nee, dat is nog te vroeg. We maken daar gewoon stapjes in. En we hadden gezegd van in principe gaan de jongens wat langer spelen. En eerlijk gezegd, zoveel wisselgeld hebben we niet. Dus Guus kon niet verder, die hebben we gewisseld. Anders had het prima gedaan. Dus van daaruit kijk ik dan van wat ik ga doen. Maar nee, dat is te vroeg om daar nog conclusies aan te verbinden. Ja, je draait heel kort weg. Hoe fijn is het dan om een buitenspeler als Arnoud te hebben, Groeneveld? Ja, heerlijk. Die zorgt ervoor dat hij eigenlijk heel snel met de bal kan bewegen. Waardoor ik ook mijn beweging kan maken. Hij kan inspelen, hij kan doorlopen. Heeft een actie in huis, kan mij voeren. Dus eigenlijk wel heerlijk. Ja. Volgende week op trainingskamp, wat wil je daar zien? Nou ja, hetzelfde wat we nu hebben gedaan. Dus ik bedoel, er zit een opbouw in. En daarin moet je iedere keer stapjes maken. Volgende week sluiten J-Roy en Ferdi en Maarten weer aan. Dus ook weer wat meer keuze daarin. Maar we gaan eigenlijk gestaag op dezelfde manier door zoals we daar ingestapt zijn. Dus we hebben nog een tijdje en we hebben nog genoeg werk aan de winkel. Dus dat is alleen maar leuk. Tot slot, zonder namen te noemen. Is dit wel een formatie waar je mee wil gaan spelen? 4-3-3 en dan met een team? Nou ja, we hebben wel zoiets vanuit een 4-3-3. En ik heb daar mijn eigen idee over dat we daarin misschien kunnen switchen. Maar dan ga je echt in detail. En ik kijk eerst even hoe de jongens het oppikken. En dan uiteindelijk maak je daar een keuze in. Ik denk dat de trainer de systeem bepaalt. Of het nou 4-3-3 is of 4-4-2 is. Lekker voetballen, denk ik. Ja.